toetsenbordverlichting is handig als je in de avond nog even moet doorwerken of als je graag in het donker werkt. Mijn naam is Gilbert en in deze video vertel ik je hoe je die aanzet. Eerst even dit, niet alle laptops hebben toetsenbordverlichting. Dit kun je controleren in de handleiding of op de website van de fabrikant. Om de verlichting van je toetsenbord aan te zetten gebruik je vaak een toetsencombinatie. Vaak is dat de functietoets, de FN, en een toets wat lijkt op een toetsenbord met wat verlichting erboven. In het geval van mijn laptop, een Lenovo, is dit dan de functietoets en de spatiebalk. Bij HP, MSI en Asus zit deze toets op de bovenste rij bij de F-knoppen. En hier lijkt die knop dan ook echt op een toetsenbord. Bij Acer is het vaak een A. En bij al deze knoppen lijkt het alsof er wat verlichting uit die knoppen komt. En bij sommige laptops kun je ook de helderheid van de toetsenbordverlichting aanpassen. Soms is hier ook een speciale toetsencombinatie voor, maar soms moet je ook dezelfde knop om hem aan te zetten vaker indrukken om de helderheid aan te passen. Indien je een MacBook hebt, scheelt het weer per model hoe je de toetsenbordverlichting inschakelt. Heb je bijvoorbeeld een MacBook met een touchbar, dan vouw je de controlstrip uit, maar we zijn dan op zoek naar de toetsen om de helderheid te verhogen of te verlagen. Ook dit is weer een liggend streepje waar eigenlijk licht uitkomt. Heb je een MacBook zonder touchbar, dan maak je ook weer gebruik van een toetsencombinatie. Dit is dan ook weer de FN-toets en dan of de F5 of de F6. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!